De Rotterdamse buitenruimte die kan wat ons betreft een stuk sportiever. Van buiten fitnessen tot ook schaken. We hebben daarom als Rotterdamse VVD ook een initiatiefnota ingediend om te zorgen dat die buitenruimte ook veel sportiever gaat worden. De grote buitenplekken die er wel zijn, die moeten wat ons betreft veel veiliger. Het moet bijvoorbeeld zo zijn dat ze goed verlicht zijn, zodat je ook 's avonds buiten nog in verlichting kan trainen. Zo gaat de gemeente ook experimenteren met tijdelijke sportplekken om te kijken waar de behoefte naar is. En we gaan tijdelijke kluisjes neerzetten, zodat je die tas niet de hele tijd bij hoeft te houden. We gaan ook zorgen voor een goede kaart, zodat inzichtelijk is waar die buitensportplekken zich precies bevinden, zodat jij weet waar je buiten kan trainen. We gaan ook zorgen dat die sportplekken goed toegankelijk zijn, zodat iedereen mee kan trainen. Nou, ik heb goed nieuws. Mede dankzij de initiatiefnota is de gemeente ook al begonnen met het uitvoeren van deze punten. Nou, je gaat dus zien sporten doet ook sporten. Doe jij ook mee?